En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de avond en nacht blijft het weerbeeld droog. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich lokaal nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen zal een groot deel van ons land droog blijven. Op sommige plaatsen, vooral in het oosten van het land, komen perioden met lichte tot mogelijk matige regenbuien voor. De buien gaan soms gepaard met windstoten. Af en toe kunnen er nu en dan enkele windstoten voorkomen. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen af en toe winderig zal worden.